weg naar Frankfurt. We gaan daar de finale spelen voor de EFL Cup. In Frankfurt tegen de Frankfurt Universe. Het is niet normaal dat een Nederlands team in deze finale staat, hè? Nee, dat is niet normaal, omdat de top Duitse teams normaliter gewoon in de finale staan. Het niveau is hoger. Ze schrijven zich vaak ook met meerdere teams in. Voor een Nederlands team is dit wel echt het maximale haalbare op dit moment. Eurobowl 1991 gaat naar de Amsterdam Partyline Crusaders. 25 jaar geleden wonnen we de finale voor het eerst. En ik was toen ook de headcoach van het team. Dit is echt wel weer een hele goede groep. Jonge spelers, echt een hele jonge selectie. Die al jarenlang naar onze oude verhalen hebben moeten luisteren. En nu echt de drang hebben om dat even te veranderen. En zelf ook een naam voor zichzelf te maken. Nu is het, naast dat je gewoon weer in de finale staat, ook bijzonder. Want nu is er ook een persoonlijk tintje voor jou aan. Ja, er zijn natuurlijk heel wat verhalen als je naar zo'n finale toewerkt. En ook voor de spelersgroep zelf. Maar in de finale spelen sta ik nu met mijn zoon. En dat is wel heel bijzonder. Ja, maar nu zijn wij aan de beurt. Mijn groep, mijn generatie, zeg maar. Ja, mijn klas die nu die strijd aangaat. Ik speelde een free safety. Ik ben de achtste man in de verdediging. De laatste man. Ik ben nu 33. Ik was 13. Ik was heel bezig met atletiek. En was ik daar op een gegeven moment mee gestopt. En toen zei mijn vader van nee, als je een keer mee wilt trainen. Nou oké, dat deed ik mee. En sindsdien heb ik niet meer teruggekeken. Ik heb altijd gespeeld. Ja. American football voor landskampioenen, oftewel de Eurobowl 1991. Okay, even wat beelden kijken naar de 91 Berlijn. Het stadion waar we deze finale gespeeld hebben en gewonnen hebben voor het eerst. Ligt 3 kilometer verder van waar we zaterdag gaan spelen. Full circle. Full circle, hè? Ja, man. Het is echt full circle. Hier. Ricky. Ja, man. Ja. Mm-hmm. Nice, hè? Het is lang geleden. Je zei net ook al van, ik doe mijn eigen verhaal. Hoe weegt dit op de schouders van de jongere generatie Crusader? van dit team, bedoel je? Ja. Zwaar. Heel zwaar. Gewoon omdat we, weet je, we hebben ook coaches die dan die wedstrijden gespeeld hebben. En we horen ook heel vaak van, weet je, van ja, nou, toen de tijd en dit en dat. En het is allemaal mooi om te horen, weet je. Maar wij hadden zoiets van, wij kunnen dit ook gewoon. Dit is onze kans om onze stempel te zetten als Crusader. Om onze naam in de Hall of Fame te zetten. Maar zo te doen. Het is een fantastische finale geweest. Zeker uit het zicht gezien van de Nederlandse. Dit ding was zwaar. Gewoon een paar refs pakken, man. Gewoon een paar refs. Maar is het dan wel extra mooi als je met je vader succes hebt behaald? Ja. Zeker, ja. Zeker. Zijn we er gewoon? we zijn hier. Ja. Morgenavond gaat het beginnen. Met jouw vader heeft de club ook opgericht. Is er dan ook een soort van druk op jouw schouders dat je voelt dat je moet presteren daarom of niet? Nee, zeker niet. Zeker niet. Weet je, ik speel het spel ook omdat ik gewoon echt van het spel hou. Weet je, ik bedoel. Ja, het is zeker een hardliefde. Ik zal alvast zeggen aan mensen die eraan denken om te beginnen te spelen, voetbal is een hell of a drug. Ik hou van het spel, dus ja, het is niet een extra druk die op me ligt. Maar hij is dan de zoon van de coach, hè? Mm-hmm. Coach Winston hem anders dan jou bijvoorbeeld? Nee. Waar ik altijd respect voor heb gehad, is dat de ref hem ook gewoon coach op het veld noemt. Weet je, soms is het gewoon pap, weet je, maar niet op het veld gaan. Nee, absoluut niet. Ik ga niet met persoonlijke familieproblemen of wat dan ook tijdens trainen, weet je. Daar hebben we andere momenten voor, dus dat is dan, ja,
Wordt het makkelijk slapen? Jawel. Ja, nee. Ik weet niet. Het is dubbel. Het is mega zenuwachtig aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het net een klein kind voor kerstmis. Je wil gewoon dat het morgen is. Ja. Je wilt dat het morgen is. Ja. Dus ga slapen. Dan is het snel morgen. Dan liggen de cadeautjes klaar. Dan kunnen we uitpakken. Zo zie ik het, weet je. Oké, zoals altijd is dit ook een moment hè, waarin wij als coaches jullie iets mee willen geven de nacht in. I'm planning to better my life. I've been rude for a couple of months. You know, we've got a couple of yanks. Oh, that is my sad yank. That's not politically correct. That's not politically correct. No. But I'm gonna better my life, and I'm gonna do this. Try to do this in English. This is a new generation. You guys don't know how proud you make everybody else in just what you've done and reached for this season. You'll see tomorrow a lot of old players that traveled to cheer for you guys, your championship, your legacy. My pride and joy. Stay here. No, because after all these years, you know, he's always wanted to be in the back, the son of the coach. You know, I don't want to have any privilege and all. And he said, you don't need it. You know? You earned it. My back. Wanna win that game for you. Oh, wow. De zitten straks daar achter ons. Dat is onze zijlijn. En het voelt goed. Het team is gewoon kalm. Ja, en verspillen geen energie, dus dat ziet er allemaal heel goed uit. Stay together, in tune. Ik vind het bevalt me zo goed wat ik voel en zie. Grow on me, grow on three. One, two, three, grow! Waren te gespannen aan het begin van de wedstrijd. Het is natuurlijk nieuw, weet je, vooral met zoveel mensen in het stadion. Gotta have a love. Gotta have a love. Gotta
moesten een blok maken. Ik maakte een misstap en ik verdraaide mijn voet. We hebben geëist, getaped, eraf gehaald, opnieuw getaped. We hebben van alles geprobeerd, maar ja, uiteindelijk moet je eerlijk met jezelf zijn. Ik heb helaas het spel niet verder kunnen spelen. Het gaat niet om mij, het gaat om het team. Als dat het team beter maakt in die situatie, dan ben ik wel bereid om die offers te brengen. Voordat die spanning eraf is. Come on! En je dan echt gewoon gaat spelen zoals je normaal zou spelen. Ja, dan waren we nu ook wel in de helft verder. We got this fight! Oké, we zitten nog steeds in de game. Ja, we hadden gezegd, er gaan ballen gevangen worden. Er gaan touchdowns gescoord worden. We hebben ze gehouden. Jullie hebben een fight voor dat scoort. Oké, hey, en nu gaan we tweede helft, nu gaan wij ballen. Oh, ja. Nu gaan we echt ballen. Yes, let's play blue side the ball, let's go, come on. Hey, second half, let's go, it's ours. It's ours, man. It's ours. Of we nou voor staan, achter staan, weet je. Dus ja. Yes! Yes. We hebben gewoon gebald, man. We zitten gewoon in een wedstrijd. We hebben gewoon een wedstrijd neergezet. Ja, die interceptie. Ja, dan ben je zo dichtbij en dan knapt het toch net even. Maar dan weet je van nou dit. Nee, twee scores achter en dan wordt het moeilijk. Hey, let's go guys! Hey, let's go, let's go, let's go! De geschiedenis herhaalt zich een beetje. Hey, alles gegeven. Toen we voor het eerst in de Europese finale stonden, 1989, verloren we hem ook. Het team maakt zoveel progressie. Ze hebben nu getoond dat ze dit niveau aankunnen. Dat ze op dit niveau gewoon kunnen acteren. Ja, het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar, man. We moeten het afmaken, dus ja. Dus nee, man. Ik ben er volgens hem gewoon weer bij. Nee, je bent nu 30. Klopt. Hoe oud ben jij als jullie dan wel... Europees kampioen? 34.